Ja, we staan hier bij het Bakkerijmuseum in Medemblik. Jacco Spil, de directeur van het Bakkerijmuseum. Hoe staat het ervoor? Nou ja, het schiet op. Het is bijna voltooid. Nog een paar weken en dan hopen we dat alles klaar is. Ja, hoe is de verbouwing gegaan? Redelijk voorspoedig, maar toch met een paar hobbeltjes. Dus we hebben wat vertraging opgelopen. Dat is, Heeft de corona daar ook nog mee te maken gehad met die vertraging? Er is iemand binnen de werknemers is ziek geworden, dus die viel uit. Dus het heeft er wel iets mee te maken. Maar het heeft ook te maken met een vorstperiode terwijl we beton aan het storten waren. Kleine miscalculatie met de dakconstructie. En nu heeft het te maken met de installatietechniek die nog niet geplaatst was. Dus het heeft nu met leveringsproblemen te maken. Dus, ja. Nou zijn er twee hele oude panden. Ja, zijn jullie nog wat leuks tegengekomen met het slopen van? We zijn achter de voorzetwand wat oude deuren tegengekomen. Die hergebruiken we ook. Maar we zijn helaas niet de grote schat tegengekomen. Die was er niet. Die was er niet. Wel jammer natuurlijk. Dat is eigenlijk wel jammer, ja. Ja, de archeologische dienst had ook nog even kort onderzoek gedaan. Maar er lag niks spectaculairs. Nee. Deze verbouwing, wat biedt dit meer voor het publiek wat gaat komen? Nou, het eerste is dat het voor iedereen toegankelijk wordt. Dus dat je met je rolstoel naar binnen kan lopen. Of met je rollator of met je kinderwagen. Zonder dat je drempels tegenkomt. Het is nou ook een lift, dus je kan gewoon met de lift naar boven en beneden. Het tweede is dat we die gelegenheid meteen opgepakt hebben om ook de verhaallijnen, dus de verhalen die wij vertellen, de objecten die wij hebben, voor iedereen toegankelijk te maken. En dat wil zeggen dat we op verschillende niveaus dat aanbieden. We brengen dat op verschillende manieren, dus zowel gesproken als te lezen, als via een app en dan een filmpje te bekijken. Op allerlei manieren bieden wij dat aan, waardoor het eigenlijk voor iedereen begrijpelijk wordt. En we gaan ook nog een stapje verder, want we bieden ook de informatie vanuit verschillende culturele uitgangspunten aan. Dus er is bijvoorbeeld een apart stukje over de slavernij en wat dat te maken heeft met de suiker en de bakkerij, om een voorbeeld te noemen. Er is bij de chocola ook een band met de hele discussie rondom kinderarbeid in de chocoladeindustrie, slaafvrije chocola. Dus ook die component zit er nu in. Ja, en jullie hebben een nieuwe aanbouw, of het huis daarnaast aangekocht. Ja. Wat gaat dat worden? Dat wordt de conditorij, maar ik kan een klein nieuwtje vertellen. We gaan dat koekerij noemen. We zijn heel lang op zoek geweest naar een geschikte titel. Op zich conditorij dekt de titel. Dat is een koffiecorner in een bakkerij. Het is een Duitse term, een koffieshop, Engelse term, werkt ook niet echt goed. Krijg je weer ander publiek. Dus we zijn erg op zoek geweest naar wat is nou een geschikte titel. En op een gegeven moment zaten we met bakkerij en wat gaan we eruit delen? Of wat gaan we eruit delen? Wat gaan we serveren? Vooral koek. Dus toen dachten we, koekerij is eigenlijk wel een leuke term. En met koekerij heb je meteen de Engelse term die verwijst naar koken. Nou, koken, bakken zijn verwant aan elkaar. En het verwijst naar de Duitse naam voor kijken. Koeken. Dus ja. Dat vonden wij wel een hele leuke woordspeling. Ja, nu hebben jullie natuurlijk obligaties uitgegeven om dit allemaal te bekostigen. Ja. Komt dat uit? Of zijn jullie nog op zoek naar meer mensen? Het liefst natuurlijk meer. Voor de eerste fase die we nu aan het voltooien zijn, dat is zeg maar de echte grote fase, zijn we gedekt. Maar er komt volgend jaar, en dat wordt januari, februari, nog een tweede fase aan. Dan gaan we de toiletten achter bijvoorbeeld aanpassen voor invaliden. Dan gaan we ook dat helemaal gelijk maken. Coating op de vloer en weet ik wat allemaal niet meer. Nou, daar zoeken we nog wel wat geld voor. De obligatieactie heeft goed gelopen. Heeft niet het droombedrag wat we in ons hoofd hadden opgebracht, maar wel een heel groot deel die kant op. Dus we zijn aardig gedekt. Maar er zullen vervolgacties komen om ook dat laatste stukje gefinancierd te krijgen, zodat we volgend jaar echt helemaal klaar zijn. En waar moeten mensen kijken voor die obligaties? Nou, op dit moment is het zo dat de tegeltjesactie bijvoorbeeld afgesloten is. En dat is puur praktisch. Dat is een onderdeel van de obligatieactie. Omdat we in die koekerij gaan tegelen binnenkort. Dus die tegels moesten klaar zijn. Andere en wat bedoel je daarmee met die tegels? Wat zijn nou, je kan kijken op bouw mee aan het lekkerste museum.nl. En dan kan je dus voor €50 kon je een tegeltje reserveren met een foto van je kleinkind erop voor in de koekerij, conditorij. Die moeten geproduceerd worden. Dus die actie die staat stil. Maar het is nog steeds mogelijk om obligaties te kopen of schenkingen te doen. Dus en dat kan ook via die site. Oké. En wanneer is de opening? De verwachte opening? Nou, we hoopten heel erg op 3 juli, dat hadden we in ons hoofd. Maar vanwege die leveringsproblemen hebben we dat nu op 10 juli gezet. Het is voor ons toch wel belangrijk om aan het begin van de zomervakantie open te zijn. Er wordt ook heel veel naar gevraagd. Dus we hebben nu al mensen voor de deur staan die graag naar binnen willen.
Dus het streven is echt 10 juli helemaal open. En alles wat eerder zou kunnen, dat is meegenomen.